Deze auto is beschikbaar gesteld door Blanke Jordies. Een normale Mercedes A-klasse met de looks van een AMG. Dat kan nu met de nieuwe Mercedes A180 Ambition met AMG pakket. De auto bestaat uit een 122 pk sterke benzinemotor met daarbij 200 Nm en een turbo. En in combinatie met de benzinemotor en natuurlijk de pk's zit op deze auto ook een 7-traps automaat. En die 7-traps automaat kan je gewoon automatisch laten besturen. Maar deze kun je ook handmatig besturen door de flippertjes aan het stuur. Dat geeft wel een leuk gevoel, want je kan zelf spelen met de auto, met de flippers. Als je licht wilt inhalen, kan je eventjes zelf terugschakelen en weer naar boven schakelen. Het geeft gewoon net eventjes die raceervaring. Wanneer je gewoon rustig in deze auto wilt rijden en verder geen gekke dingen wilt doen, dan zitten er bepaalde standen op deze auto. De eerste is comfort, dus je hebt dan een zo goed mogelijk comfortabele rit. Daarnaast heb je ook nog een sportmodus. Dan reageert de auto net eventjes iets speller op de respons van het gaspedaal. Je hebt nog een individual. Een individual wil eigenlijk zeggen dat je het zelf kunt kiezen. Dus bijvoorbeeld je wilt je onderstel comfort, je wilt de terugschakeling of de respons op het gaspedaal weer in sport. Dat kan je zelf allemaal aanvinken naar je eigen smaak. En als laatste de eco-stand. Nou, een eco-stand die zorgt ervoor dat wanneer jij bijvoorbeeld het gas loslaat, de auto zich weer een beetje oplaadt, bespaart benzine. En zo kun jij op een brandstoftank meer kilometers maken. Nou, wat ik al zei in het begin van de video, op deze auto zit een AMG pakket. Aan de buitenkant kun je dat natuurlijk al een beetje zien. Maar aan de binnenkant kun je dit ook zien. Nou, en waardoor kun je dat zien? Dat kan inmiddels door de vloermatten, daar staat AMG op vermeld. Je kan het zien aan het dashboard. En ik weet niet precies of het zo is, maar het heeft een beetje een carbon uitziende look. En het heeft een beetje een donkere zwarte kleur met daarbij een beetje een grijsachtige kleur. Daarnaast is het stuur ook anders. Het stuur heeft rode stiksels. Dat zorgt voor een sportieve race-uitstraling. En wanneer je naar de tellers kijkt, daar zit ook dat geblokte structuur in verwerkt. Dus het ziet er gewoon heel erg netjes uit. Nou, nog eventjes terugkomend op deze automaat. Hier in de middenconsole zit geen pook verwerkt. De automaat regel je eigenlijk aan het stuur. Het lijkt een beetje op een Amerikaanse vorm van besturing. Als je hem helemaal naar onderen tikt, dan heb je hem zeg maar in je drive. Dus dan rijdt hij gewoon automatisch. Een tikje omhoog heb je hem in zijn neutraal staan. En als je hem helemaal omhoog doet, dan heb je hem in zijn achteruit staan. Nou, wanneer je van de zijkant erop drukt, dan staat de auto in zijn B, dan kan je alles loslaten en dan staat de auto gewoon stabiel. Wanneer je met beide handen aan het stuur zit, kun je ook alles goed bedienen in deze A-klasse. Je hebt natuurlijk de regelaars voor je volume van je radio. Je kunt je telefoon opnemen, maar je kunt ook weer ophangen. Aan de linkerkant kun je het display wat hiervoor zit kun je bedienen, dus je kan het zelf kiezen. Je kan kiezen voor je kilometerstand, je kan kiezen voor je verbruik van de auto. Je kan je navigatie kiezen, je muziek. Alles wat je hier eigenlijk wilt presenteren kun je zelf uitkiezen. Deze stoelen in de auto zitten gewoon heel erg fijn. Je kan de stoelen naar eigen keuze instellen. Je hebt er ook nog een leuk uitschuifgedeelte, dus dat zorgt ervoor dat je, als je wat langere benen hebt, kun je de lengte van de stoel weer verlengen. Ja, en het zijn gewoon echt kuipstoelen. Je zit goed in de stoelen. Het zorgt voor een goede zithouding. Wanneer je scherp door de bocht gaat, je blijft gewoon heel erg comfortabel zitten. Ja, en dat zorgt ervoor dat je met deze auto ook gewoon echt hele lange kilometers kunt maken zonder dat je ergens last van krijgt. Niet alleen de binnenkant, maar ook de buitenkant ziet er heel erg netjes uit. Deze auto is voorzien van een zwart metallic lak. En het is gewoon een hele gave kleur. Het ziet er gewoon, het past bij deze auto. Hij is voorzien van lichtmetalen zwarte velgen. En mede door het AMG pakket zit er achter in de auto twee uitlaatblokken verwerkt. En dat zorgt natuurlijk voor die AMG uitstraling. Wanneer je het A180 tekentje, zeg maar het logo van de auto, het serienummer, wanneer je deze niet op de auto zou hebben,
en je zou het geluid niet horen, dan zou je zeggen van het is een A45. Niet alleen de uitlaten wat er onder de auto zit, maar ook rondom de auto, de lijnen van de auto, de voorbumpers, de achterbumpers. Het is allemaal net eventjes wat sportiever. Wanneer je vooruit inparkeert, dan geeft deze lichtindicatie een weergave van hoe ver je nog vooruit kunt rijden. Dat doet deze door middel van lichtjes. En hij geeft ook een geluidje wanneer jij bijna tegen de auto aanbotst. Aan de achterzijde zijn deze lichtjes ook verwerkt. En deze kun je via de binnenspiegel bekijken. Dus wanneer je achteruit gaat rijden, dan zie je dat de lichtjes ook naar elkaar toe komen. En daarmee kun je ook nog zien hoe ver je achteruit kunt rijden. Okay. En zou je nou meer informatie willen over deze A-klasse met dit AMG-pakket erop? Of zou je deze auto wellicht willen aanschaffen of voor een paar maanden willen leasen? Dan verwijs ik je graag door naar de gegevens die onderaan in de beschrijving staan. En daarmee kun je contact opnemen met de desbetreffende persoon. Vond je dit nou een leuke, informatieve video? Druk dan eventjes op het abonneerknopje om op de hoogte te blijven. Doe eventjes een blauw duimpje omhoog en volg mij ook op social media.